Hallo beste mensen, welkom terug bij KH-Plays. Leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag beste mensen, ga ik jullie namelijk iets cool laten zien. Jullie weten dat ik een paar weken of een paar maanden geleden een video heb gemaakt van een prachtige desert. Ja, van een hele mooie woestijn eigenlijk. En nu ben ik er eigenlijk terug. Maar ik heb vandaag iets heel cool ontdekt, want ik was namelijk al die tijd op zoek geweest in de woestijn naar een verlaten mijnschacht. Want in deze soort woestijnen hier, met die verschillende kleuren van blokken, kan je namelijk een verlaten mijnschacht vinden. Ik heb er echt heel lang naar op zoek geweest, maar ik heb hem nu eindelijk gevonden. Ik heb hier even een dode struik, die heb ik nodig. We gaan ook torsjes nemen, want het is daar best wel donker. Dus laten we één torsje nemen, we zijn toch in huis, creatieve modus. Daar kan je ook de spider-spawners vinden. De spawners van de spinnen. Eerst ga ik dat we laten mijnschacht. Jullie zien daar namelijk al een spoor. Dat is nice. Hier staan ook nog een spoor. Met een chest. Wat zit daarin? Wauw. Kijk eens aan, man. Is er allemaal steenkolen in? Lapis lazuli. Gouden appels. En torsjes. Die hebben we nodig. Maar we hebben er al gepakt. Alright. Laten we even naar hier gaan, want hier zou ik ook nog iets te vinden, denk ik. Klopt dat? Wacht, hè. Kan ik vliegen? Hier zo, is hier ook nog iets te vinden. Hier zou ik ook nog een spoor, zie ik. Nee. Daar is niks te vinden. Juist daar, daarachter. Daar is ook nog iets. Oh my god, mee dat? Hier zo. Is er nog iets te vinden voor de rest? Nee, dat is alles. Oké. Okay. Laten we nu naar de overkant gaan. Daar sta ik ook nog iets te vinden. Ik zie daar al een gouden ert hier. Best wel nice. Hier is nou te laten mijn zicht. Waar gaan we eerst? Wat is hier? Okay. Hier is dus allemaal goud te vinden. Leuk. Leuk als je daar van houdt. Spinnenwebben. Dat is hier ook wel te vinden. Want hier is namelijk, denk ik, de spider-spawners te vinden ofzo. Klopt dat? Hier stopt het. Hier loopt het dood. Wat is het daarachter te vinden? Daar denk ik. Kijk eens aan mensen. We hebben iets ontdekt achter deze muur. Zullen mensen denken, oh, hier loopt het dood. Hier kunnen we niks vinden. Maar ja, hierachter is nog iets te vinden. Ik wist dat ook niet, dat hierachter nog iets te vinden was. Maar blijkbaar wel, hè. Wauw, kijk eens aan. Oh! Is hier nog iets te vinden? Nee, het helpt het zelfs ook dood. Is hier nog iets te vinden? Sorry. Hierboven. Wow, we hebben de mijnschacht gevonden. Dit is dus een verlaten mijnschacht. Waar ik het een hele tijd over had. En ja. Zien er iets te vinden? Hier zo. Kunnen we door? Wat is er? Ah shit, spinnenwebben. Zie je echt wel iets te vinden? Nee, alleen ginder. Laten we ginder even naartoe gaan. Ik zou wel graag willen weten wat daar te vinden is. Is ook nog iets, zie ik. Wow, een chest. Oei. Minecraft is weer al traag aan het werken. We hebben een chest gevonden. Met een naamkaartje en we allemaal spullen. Wist ik ook niet wie veel te vinden was in deze mijnschacht. Wat? Heb je hier? Nee. Even kijken, man. Wat hier de spinnerspawners zijn. Zijn we heel dichtbij. Oh, is jij wakker geweest precies? Hè? Klopt dat? Zo. En hier. Is daar al geweest? Hier, daar nog niet geweest precies. Hè? Een skelet. Zie ik hier wel. En tja. Deze de mijnschacht.
Daar is precies niks meer. Ja, die houdt het ook terug dood. Is dan eigenlijk wel de spider spawners te vinden. En daar is weer een chest. Met goud. En een ijzeren pickaxe. Een hobby alleen. Ja, want we hebben de Nederlandse versie hier nog iets te vinden. Hier. En ik heb in deze twee geplaatst. Hier zijn de spider spawners te vinden, denk ik. Is dat de spider spawner? Nee, dat zijn de creeper spawners, of wat? Ja, dat is... Nee, dat zijn de skeletten spawners. Oké. Okay. Paardenharnas is hier te vinden. En hier hebben we namelijk ook nog vlees te vinden en zo. Nice. Dan loopt het hier dood. Hier is namelijk nog een weg. Hier loopt het ook weer dood. Hier. Wow, het is hier echt groot, man. Huge. Er zijn wel geweest, hè, daar. En daar zijn nou toch wat dingen te vinden. Oei. En hier, dan eens kijken. Is het daar echt vol met spinnenwebben? Zie je dat? Niet heel veel vol. Maar je weet wat ik bedoel. Hier dacht ik toch iets te vinden zijn. Nee? Ah. Dan loopt het hier gewoon dood. Maar waar zijn die spinnenspawners? Want in de mankenboek, handboek van verkennen, stond er ook in dat er hier ergens spiderspawners te vinden moesten zijn. Oh. Hier zijn we nog niet geweest. Hier zijn we nog niet geweest. Even alles checken. Misschien dat wij daar iets meer ontdekken. Later. Oh, wat is dat? Nope. Niks meer. Een skelet. Waar zijn de spinnenspawners? Nou, ik ga even dat skelet spawnertje uitschakelen. En ik ga daarna ook een... Dat is wat voorheen. Ik kan namelijk... Een schap van maken. Een schap, een spawner. Grappig. Nu, ja, nu zitten ze vast. Dat schapenspawners zijn beter. Al die skeletten en zo. In Minecraft wereld. Vind ik niet oké. Okay. Hier is nog een weg. Geen wonder dat we deze weg niet meer ontdekt. Wow. Is hier echt te vinden? Gewoon iets zijn, hè. Je moet gewoon iets zijn, hè, hierachter. Niks. Ah. Waarom ben ik altijd toch gefaald? Ik wil altijd iets vinden, maar het is hier gewoon te vinden. Want het was een kamertje met spinnen spawners. Maar waar is dat kamertje dan toch heen? Maar deze mijnslacht is echt zo groot. Dat kamertje, en dan zit daar echt vol met spinnenwebben. Daar ga ik bijna niet in de kamer. Oh, hier is ook nog iets te vinden. Hieronder is ook nog iets te vinden. Wat? Hier ook nog? Wow, die mens echt is groot. Ik hoop dat we deze niet meer ontdekt. Griet. Oh. Wat is hier dus? Even hier die put graven. En daar is goud te vinden. Prachtig goud. Waar we al zo lang naar op zoek waren. Verlaat de mijnschachten zijn echt mijn lievelingsdinges in Minecraft. Want ik hou van mijnen. En ja, je weet wat ik daarmee bedoel. Hè. Dat het mijn favoriet is. Oké, daar heb ik wat te vinden. Hier. Hier. Wow. Wow, 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 wow. Oh, is dat buiten of is dat? Is dat binnen? Yep, hier is ook nog wat te vinden. Hier. Hier ook.
Hoi, yo man, die mensen zijn zo groot. Misschien dat ik nog een paar two moet maken hiervan. Check it out. Wie is daar wel geweest, hè? Maar daarboven nog niet. Moet zeker iets te vinden zijn. What the heck? Nog echt een nieuwe wereld. Die patten me ontdekt. Ah. Never mind. Hier. Echt. Wat doe ik zijn? Die is spoor. Nee? Ah. Maar ja, dit is namelijk best wel leuk om te vinden. Alleen, moeilijk om in deze laten mensen degelijk wel iets heel speciaal te vinden. Waar ik echt heel erg naar op zoek zou geweest zijn. Want ja, ik dacht echt dat er echt veel te vinden was. En dat was ook. Maar ja, echt super veel is hier namelijk ook te vinden. Alleen, toch wel eens. Spawners van de skeletten en zo. Dat was best wel cool om te vinden. Alleen de spider spawners hebben we nog niet ontdekt. Maar ik ga deze video voor nu moeten afsluiten. Maar als ik de spider spawners gebied heb gevonden, ga ik daarna ook nog een tweede video van maken de volgende keer. Bij de spider spawners. Want ik ga nog niet te lang zoeken erachter. Want dan moet jullie de hele tijd meekijken terwijl ik het zoeken ben. Alleen, dat is misschien niet erg, maar ik wil liever een nieuwe video maken. Als ik de spijtersponders heb gevonden. Maar ik moet er voor vandaag helaas van doorgaan. Maar ik zie je wel zeker volgende keer weer terug bij een nieuwe video van KHP op mijn YouTube kanaal. Dus ja, tot de volgende keer. Adios.